Voilà, zie, Lani over en uit. Het is hier belangrijk nog niet over en uit. We gaan door tot 6 uur vanavond. En het is zeker en vast niet over en uit voor Lani. Integendeel, het is de start van iets bijzonder moois, hè? Ja, inderdaad. Ik ben heel benieuwd wat het allemaal gaat geven, maar ik heb er heel veel zin in. Ja, ik kan het geloven. Nieuwe start, nieuwe kansen. Ja, exact. Nieuwe kansen. En die moeten we met twee handen grijpen. Dat zal wel zijn. Lani, voor de mensen die jou nog niet kennen, ja, we zagen net een van jouw liedjes. Ja. Maar misschien gaat er nog ergens een belletje rinkelen. Oh, dat zou kunnen. Dat is intussen al 2 jaar geleden. In 2022 heb ik meegedaan met The Voice. Ja. Hoe is dat verlopen? Wel, daar zat ik in Team Jan. Uh-huh. Dus Team Jan Paternoster was een heel toffe ervaring. Heb ik enorm van genoten. Ik heb vroeger heel veel musicals gedaan. Daarvan zou je mij misschien kunnen kennen. Ook eventjes een tijdje op Ketnet geweest. Oh, maar ja, dat als rapster dan? Nee, zeker niet. Nee. Dat was ook in verband met een programma. In verband met een musical ook. Junior Musical. Dat heet nu Ketnet Musical. Ook aan meegedaan. Ik heb eigenlijk al van alles gedaan. Dus ja, het zou van alles kunnen zijn. En ze is bijzonder vlot, hè? Dat is nu al duidelijk. Hè? Jij komt altijd op je pootjes terecht als je begint te babbelen, volgens mij. Ja. Ik val zelden stil. Ja. Maar dat is eigenlijk altijd zo. Is dat ook achter de schermen zo? Ja. Ja, ik heb een klein beetje heel veel ADHD. Ah ja, oké. Okay. Zoals ik altijd zeg. Dat is een voordeel hier. Maar ja, ik zie dat zelf ook echt als iets positiefs. Ja. Altijd veel energie. Ik vind dat absoluut geen probleem. Voilà. We zitten ondertussen halverwege onze lijst. We gaan zo meteen aan de 50 populairste beginnen in onze Popstart 100. Ik ga zo meteen ook eens informeren wie er van jou op de nummer 1 mag staan. Goh. Maar denk er even over na. Ja, oké. Okay. We gaan zo meteen aan onze top 50 beginnen. We doen dat met Aaron Blommaert. Ben je fan? Zeker. En wij hebben zelf samen nog op een podium gestaan, Aaron en ik. Bij Ketnet Musical. Dus ik ken hem. De cirkel is helemaal rond, dus blijf kijken voor de 50 populairste zometeen. Deze zomer nog samen met Niels de Stadsbader. Maar we leerden Kenny B kennen dankzij deze plaat. Dat was Parijs. Is het iets voor jou, Parijs? Oh, zeker. Maar dan vooral voor hetgeen wat er heel dichtbij ligt. Disneyland Parijs. Ach ja, geweldig. Ik wil daar ook eens naartoe. Oh, ik ben daar zo fan van. Ja? Ja, dat is eigenlijk een beetje naast de muziek een tweede dure hobby aan het worden. Is het waar? Disneyland Parijs, ja. Ah ja, en spaar je dan ook alles? De films, de beeldjes? Beeldjes minder, maar ja, enorme fan van de films en de muziek, hè, natuurlijk. Ja. Want er komt altijd hele mooie muziek. Hè. Ja. Ik heb vandaag gelezen dat er nog een raakpunt is tussen ons en dat is blijkbaar de muziek van Jasmin. Ja. Jij weet dat ook wel te appreciëren, hè? Ja, klopt, zeker. Ik heb ze natuurlijk niet gekend, hè, maar ik vind Jasmin toch hetgeen van wat ik daarvan heb kunnen ontdekken. Dat was echt een zangeres met inhoud. Eentje die wist waar ze nou naartoe wou, met een duidelijke visie. En ja, ik kijk daar enorm naar op. Ja, ik heb daarnet iets gek tegen jou gezegd. Ik vind dat jij zo'n beetje de ogen hebt van Jasmin. Dat is een heel schoon compliment, hè. Dank als ik zo wel. Kijk naar jouw ogen, dat zijn echte ogen van Jasmin. Ja, dat is absoluut. Heel lief. Dat is een mooi complimentje, hè. Ja, enorm. Je hebt ook in het verleden al een liedje van Jasmin in een eigen jasje gestoken. Ja, dat klopt. Ja, Diep in mij heb ik toen gecoverd, herwerkt. Ja. Een tijdje geleden zong je ook nog in het Engels. Ga je nu definitief voor het Nederlands gaan? Ja, absoluut. Goeie keuze. Zeker. Daar heb ik mijn muzikaal hart verloren. Ja. Dus daar gaan we verder. Super, zeker en vast doen. We gaan verder met onze Popstart 100. Ik vroeg je daarnet, wie mag er van jou op nummer 1 staan? Ja, is dat dan ook een nummer van Jasmin? Ja, zeker wel. Dan zou ik kiezen voor Porselein. Porselein. Dat is toch nu al een classic eigenlijk. Ja, hè? Absoluut. Ja. Ik heb dat ook al verschillende keren gezegd. Dat is eigenlijk mijn favoriete Vlaamse liedje aller tijden. Begrijp dat zegt ik al zeker. Genoeg. Hè? Zo'n schoon liedje. Maar nu zitten we aan nummer 49, we zitten nog niet aan de nummer 1. En jij bent een van onze nieuwe gezichten, dus ik stel voor dat jij het volgende liedje gaat aan onze kijker voorstellen. Oké, aangekomen bij 49. En die doet het goed, want diepe wortels, die lossen niet zo gauw. En dat weet ook Freemout, dus hier is diepe wortel. Jaap Rezema en Lea Roux met code rood. Ja, deze zender kleurt ook helemaal rood, hè? Want dat is de kleur van Mens Pop, de zender waar je ook
dit gezicht voortaan bijzonder veel gaat te zien krijgen. Lani, zo heet ze. Ja. Lani, ja, wat de kijkers hier vragen en terecht, wat ga je eigenlijk presenteren bij ons? Wel, daar ga ik nog een beetje vaag over blijven. Oké, toch geen kleine hint? Nee, sorry. Nee. Allee, ik ben heel erg... Ik hou de lippen stijf op elkaar. Benieuwd. En ik heb gehoord dat wij ook gaan samenwerken. Ik mag jou een beetje coachen. Ja, dat wel, ja. Ik kijk daar gigantisch hard naar uit. Ik doe dat ook heel graag. Dus ja, dat gaat leuk worden, hè? Ja, zeker. We gaan er een ferme lap op geven. Mag ik nog vragen wat jij naast het zingen doet? Ja, zeker. Naast het zingen ben ik beauty make-up artist. Oeh, ik kan misschien van jou ook nog iets leren dan. Ik wil het u zeker allemaal nog leren. Allee, pas op. Valt het een beetje mee vandaag? Ik vind dat je zeer goed uitziet. Ja. Dus ik heb hier alvast een hele paan te merken. Er is nog ruimte voor verbetering misschien, hè? Oh, weinig. Goed, fantastisch. Ik wens je onwaarschijnlijk veel succes. Je bent uiteraard welkom, dat spreekt voor zich. Dank je wel. Ik denk dat Ment een zender is die altijd een goed gevoel geeft aan nieuwe mensen, die iedereen verwelkomt. Ja. Artiesten, maar ook zeker en vast nieuwe medewerkers. Dus ik kijk er naar uit. Ik ook. Enorm. Ja. Goed. En we gaan nog één liedje van jou draaien. Dat heet Alles Overhoop. Ik hoop dat jij er binnenkort niet alles overhoop gaat halen. Nee. Dan hou ik het wel rustig. Ben je een propere? Ja, jawel. Wat een rare vraag is, zeg. Ja, maar nee. Ik ben sowieso iemand, rare vragen of domme vragen, dat bestaat niet. Ah, dat gaat hier plezant worden. Ja. Oké. Ik hoop je snel terug te zien. Ja, komt in orde. En wij gaan kijken naar Lani zometeen na dit.